Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag staan we hier met het nieuwste model van de Hyundai Santa Fe. Deze wagen is ons gegeven door autobedrijf De Jong uit Grommenonk. Enkele weken geleden hebben we de Hyundai Tucson getest en hier waren we alvast serieus van onder de indruk. Nu testen we de grote broer en gaan we kijken of hij net zo goed is of misschien wel beter is. We gaan kijken of hij comfortabel is en makkelijk is in dagelijks gebruik. Alvast welkom en veel kijkplezier. In het design van de Santa Fe herken je alle typische lijnen van een Hyundai. Er is gebruik gemaakt van moderne toetsen zoals LED-strips en de combinatie van de witte lak en de grijze velgen geven hem ook een sportieve, moderne en jonge look. Verder is het interieur mooi afgewerkt en ziet alles er heel net uit. Wij zijn alvast fan. We zijn net de Hyundai Santa Fe gaan ophalen bij autobedrijf De Jong. En het eerste dat je merkt als je instapt, is het gevoel van ruimte. Dit komt deels door het feit dat de wagen toch wel redelijk groot is, maar ook deels doordat hij ruimtelijk zeer goed geordend is. Verder merk je ook meteen dat de wagen zeer comfortabel rijdt. Dit komt door zijn zachte ophanging en de zetels die heel comfortabel zitten. Verder beschikt hij ook over alle luxe en dat alles zorgt ervoor dat de eerste indruk toch zeer positief is. In het model dat wij getest hebben zit de 2200cc 4-cylinder dieselmotor van Hyundai. Deze motor levert een maximum vermogen van 197 pk en een maximum koppel van 421 Nm. Dit alles zorgt ervoor dat de Santa Fe van 0 naar 100 gaat in 9,8 seconden. Als we het interieur van de Hyundai Santa Fe bekijken, voelt alles zeer luxueus aan. Er is gebruik gemaakt van kwaliteitsvolle materialen en je vindt nergens van het goedkope harde plastic. Opties zoals zetelverwarming, zetelventilatie, een goed uitwerkt navigatiesysteem en nog veel meer geven de wagen ook een premium gevoel. En natuurlijk een leuke extra is natuurlijk altijd dat je een goed geluidssysteem hebt. Het stuur van de Santa Fe ligt goed in de hand. Alle bedieningen zijn makkelijk te bereiken. Persoonlijk vind ik ook de schermpjes in de toerenteller en de snelheidsmeter een leuke moderne tools. Hij beschikt ook over zetels met geheugenfunctie en dit alles zorgt ervoor dat hij een echt luxueus gevoel geeft. De Hyundai Santa Fe beschikt ook over flexsteer. Hiermee kan je instellen of je een lichter of zwaarder stuurgevoel wil. Er zijn drie standen, namelijk normal, sport en comfort. We zijn nu al een tijdje aan het rijden in de Hyundai Santa Fe en hetgeen dat me het meeste opvalt is het stuurgevoel. Voor een wagen van dit kaliber met een gewicht van 1700 kg is het stuurgevoel zeer aangenaam. Het is niet te licht, maar ook niet te zwaar. Verder is de motor ook aangenaam om mee te rijden. De 6-traps automatische versnellingsbak gaat vlot door zijn versnellingen en zorgt ervoor dat je altijd een comfortabele rit zal beleven. Zo zien we het dus zo graag bij een wagen van dit kaliber. Vanaf het moment dat we instapten, hadden we het gevoel dat we thuis kwamen. We merkten ook meteen dat er veel rekening gehouden is met comfort. Dit merkten we aan het motorgeluid dat zeer goed gedempt is en aan de 6-traps automaat die vlot en zacht schakelt. Dit zorgt ervoor dat deze wagen een zeer goede keus kan zijn om bijvoorbeeld mee op reis te gaan of als gezinswagen. De koffer van de Hyundai Santa Fe is elektrisch bedienbaar. Je kan ze dus sluiten en openen met een druk op de knop. De koffer heeft een inhoud van 585 liter en als je de zetels plat legt, heb je een laadvermogen van 1680 liter. Je kan ook dingen opbergen onder deze plank. En er zit ook een stopcontact in van 230 volt. Je kan de zetels ook naar voren schuiven of kantelen als je net dat ietsje meer koffer wilt.
heel dag gereden hebben in de Hyundai Santa Fe en ik zeer tevreden met het resultaat. Hij rijdt steeds comfortabel, hij is makkelijk in gebruik en ik kan er al je spullen in kwijt. Verder voelt hij ook niet te log of te zwaar aan en dat alles zorgt ervoor dat hij alle eigenschappen heeft van een grote SUV. Wij zijn ook alvast onder de indruk van het merk Hyundai. We brengen steeds kwaliteitsvolle en comfortabele wagens en wij kijken dus uit naar wat ze ons nog meer te bieden hebben. Wij zijn alvast tevreden met deze test. De Santa Fe is een toegankelijke en zeer comfortabele wagen. We kijken ook uit naar onze verdere samenwerking met Hyundai, want we zijn echt benieuwd wat ze nog voor ons in petto hebben. We willen ook graag Autobedrijf De Jong uit Grobbendonk bedanken voor deze aangename wagen die ze ons meegegeven hebben. Wil u meer van ons zien, kan u altijd abonneren op ons YouTube kanaal of naar onze Facebook gaan voor de foto's van onze tests. Wil u de review van de Jeep Renegade zien, kan u altijd klikken op het vak op uw scherm. Alvast bedankt en tot de volgende keer.